De afgelopen tijd was het stralend lenteweer. Een plaatje zoals deze met strak blauwe luchten en de bomen volop in de bloesem waren eerder regel dan uitzondering. Maar roert maart zijn staart of doet april wat hij wil? De weerkaarten voor de komende 4 weken gaan ons hopelijk vertellen of één van deze weerspreuken of allebei nog van toepassing zijn op het weer. Dat lenteweer van de afgelopen tijd hadden we te danken aan een hoge drukgebied. Die was vaak met de kern aanwezig boven Scandinavië. En dat leverde bij ons in Nederland door een zuidelijke of zuidoostelijke wind vrij hoge temperaturen op voor de tijd van het jaar. Want met die windrichting werd vrij milde lucht aangevoerd. Als we nu naar de weerkaarten van het Europese weermodel kijken voor komende week, dan zien we dat dat hoge drukgebied toch wel vrij cruciaal van positie is veranderd. Die ligt namelijk niet meer boven Scandinavië, maar is juist wat meer naar het westen verplaatst en is in de buurt van IJsland en Groenland terechtgekomen. Nou, in de meteorologie wordt dat een Atlantische rug genoemd, met een hoge drukgebied dan juist wat noordelijker en ten zuiden daarvan wat meer lage druk invloeden. Nou, dat hoge drukgebied boven Groenland, dat levert bij ons dan niet meer zo'n zuidelijke wind op, maar juist wat meer een noordelijke windrichting. En dat betekent dat er ook koudere lucht weer koers kan zetten richting ons land. En dat zien we ook terug als we naar de temperatuurkaart kijken. We zien wat blauwe kleuren verschijnen. Inderdaad, met die noordenwind zakt die koude lucht dan af richting ons land. Voor de komende periode gaat er wel het een en ander veranderen, want dat hoge drukgebied neemt weer steeds verder in kracht af als we de weerkaarten moeten geloven. En als we dan 2 weken verder vooruitkijken, dan hebben we het nu over begin april, dan zien we dat dat hoge drukgebied daar een beetje verdwenen is uit de kaarten en dat er toch weer wat signalen zijn voor een westcirculatie. We zien hier die blauwe band verschijnen, die hangt dan ook samen met de straalstroom die weer op zijn gebruikelijke positie terechtkomt. Hier boven de gematigde breedtegraden en ook over ons land heen. En die straalstroom zorgt ervoor dat de luchtdruk dan net iets lager uitvalt dan normaal. Nou, zo'n westcirculatie over de Atlantische Oceaan brengt ook weer wat mildere lucht met zich mee. Heeft ook met de warme golfstroom te maken. En dat zien we ook weer mooi terugkomen in de temperatuurkaart. We zien weer wat meer rode kleuren in onze omgeving verschijnen. Nou, een gemiddelde temperatuur voor het begin van maart, of begin van april moet ik zeggen, ligt ongeveer net iets boven de 10 graden. Zo tussen de 10 en 12 graden. Misschien net iets daarboven. En die westcirculatie zorgt ervoor dat we misschien net wat milder weer kunnen verwachten. Nou, komt daar dan ook neerslag bij kijken? De maand maart verliep record zonnig en droog, weinig neerslag van betekenis. Maar ja, die westcirculatie en die iets wat lagere luchtdruk onder de straalstroom zorgt ervoor dat er misschien ook wel weer wat regen onze kant op kan komen. En dat signaal zien we ook terug aan het einde van maart, begin april. Hier die wat groene kleuren hangen samen met de positie dan van de straalstroom. Dus we kunnen wel weer rekening gaan houden met wat neerslag als het aan deze weerkaarten ligt. Nou, als we dan nog wat verder vooruit gaan kijken naar de 3e en de 4e week in deze 30-daagse vooruitblik, dan wordt het ineens heel erg onzeker en een beetje koffiedik kijken. En dat hoort natuurlijk ook een beetje bij weersverwachtingen die zo ver vooruit gaan. Nou, eerst zien we nog aan die rode staafjes in deze figuur terug dat we met dat geblokkeerde patroon te maken hebben met dat hoge drukgebied boven Scandinavië. Die verdwijnt, hebben we tijdelijk een signaal voor een westcirculatie. Maar ja, als we dan wat verder vooruit kijken, dan zien we die mengelmoes van kleuren en ook hierboven in die grijze kleur. En dat geeft aan dat het Europees weermodel eigenlijk ook niet zo goed weet wat er gaat gebeuren. Dat er niet een sterke voorkeur is voor een bepaald regime, voor een bepaalde positie van hoge en lage drukgebieden. En dat er dus heel veel onzekerheid bij die lange termijn verwachting komt kijken. Nou, eerst krijgen we dus nog die omwisseling van die blokkade, dat hoge drukgebied die wat gaat verplaatsen. Tijdelijk dus die noordelijke windrichting die het wat kouder maakt. En daarna toch die westcirculatie met iets hogere temperaturen. Maar op de lange termijn is het heel erg onzeker en is het een beetje koffiedik kijken.